In kleine letters groot beantwoorden de specialisten van Centraal Beheer vragen van ondernemers. In deze aflevering, waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk? Algemene voorwaarden die kun je het beste helemaal afstemmen op jouw organisatie, zodat ze volledig goed bij jou passen. De ondernemers geven vaak aan van wat staat hier nou eigenlijk in dit artikel, wat wordt ermee bedoeld, omdat het vaak ook wel wat juridisch inhoudelijke taal is. En juist die uitleg is heel erg belangrijk, dus copy-paste is zeker geen goed advies. Algemene voorwaarden die gebruik je bij elke offerte en elke overeenkomst die je met je klant sluit. De algemene voorwaarden die zijn bedoeld om duidelijke verwachtingen te scheppen voor jouw klant en voor jezelf, zodat je samen weet onder welke voorwaarden je de samenwerking aangaat. Dus dat gaat over betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, eventueel intellectueel eigendom, auteursrechten. Je kunt het eigenlijk zo breed maken als je zelf wil. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. De wet biedt in de meeste gevallen een duidelijke basis. Maar juist de specifieke afspraken die jij met je klant wil maken, die zijn belangrijk om die in de algemene voorwaarden af te spreken. Zodat je duidelijk van tevoren de verwachtingen over en weer hebt geschept. En dat je daar dus achteraf geen discussies over kunt krijgen.